Breda Nu. Je weet het meteen. De VVD verloor 8 zetels in de exit poll, maar eindigde toch als grootste partij, ook in Breda. Bij de PvdA liepen de verkiezingen minder goed af. De partij moest 29 zetels inleveren. Ik denk dat de PvdA zijn boodschap toch niet voldoende over het voetlicht heeft willen krijgen. Maar het probleem is natuurlijk dat we een gigantische klap hebben gehad. En waar dat dan precies in zit, dat moeten we eigenlijk nog uitzoeken. We hebben inderdaad verloren, maar we zijn nog steeds ruimschoots de grootste partij. En ik denk dat we vooral heel dankbaar kunnen zijn voor het vertrouwen dat we van de kiezers toch hebben gekregen. Het is iets waar ik zelf onwijs trots op ben, dat we dat toch na zo'n moeilijke periode toch nog op 33 zijn gekomen. En uiteindelijk gaat het volgens mij niet zozeer om winst, om verlies, maar gaat het om het absolute aantal. Is de manier van campagne voeren dan wel goed geweest? Nou, ik denk niet dat de diepere oorzaak is. Het gaat niet over per se de manier van campagne voeren, want daar hebben we van alles in gedaan. Maar ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met de maatschappelijke toestand op dit moment. De verdeeldheid die er is. Hoe zorgen jullie ervoor dat het vertrouwen van de Bredanaar in de VVD de komende 4 jaar zo blijft of zelfs groeit? Nou, we hebben de afgelopen periode heel hard gewerkt, zowel op landelijk niveau, op provinciaal niveau, maar zeker ook hier in het Bredaanse. We nemen onze verantwoordelijkheid hier in een college, maar wat we vooral heel erg gedaan hebben, is in gesprek gegaan met mensen. En hoe wilt u het vertrouwen van de Bredana de komende 4 jaar weer terugwinnen als partij? Ja, we hebben natuurlijk eerst volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen. Dus we zullen in het komend jaar dat vertrouwen weer goed op de kaart moeten zetten. En ik denk dat we allerlei dingen aan het doen zijn in de stad die fantastisch zijn. We zijn bezig met, onze wethouder is heel nadrukkelijk bezig met de zorg in hele goede banen te leiden. Ze is daar echt fantastisch aan het trekken met alle instellingen samen om dat goed te regelen. Dus wat dat betreft hebben we in Breda echt geen zorgen over de stand van de zorg. We zijn in onze fractie bezig met het vinden van nieuwe wegen om betaalbare woningen voor elkaar te krijgen. Daar hebben we allerlei aandacht op gevestigd en moties voor aangenomen gekregen. Dus we zijn op een goede manier bezig in de stad. En die aandacht voor die dingen, ja, daar moeten we natuurlijk bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de eerste vruchten weer van gaan plukken. En we zijn ervan overtuigd dat we met goede idealen aan de gang zijn. Het gaat over solidariteit en een verbonden samenleving. Ja, en als je dat doet, dan moet dat weer op een gegeven moment leiden tot een vooruitgang. Breda Nu. Je weet het meteen.